De ministers van Justitie en Politie van Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben zich de afgelopen dagen in Suriname gebogen over onderwerpen die de veiligheid van de regio betreffen. Dit vertelde justitieminister Kenneth Amoksi vandaag tijdens de persconferentie over het bezoek van de collega's in de bankethal van Hotel Torarica. Als afsluiting van het werkbezoek werd een intentieverklaring ondertekend. Waarbij in kern punten zijn opgenomen waarbij we ons committeren om hechter om te gaan met elkaar, om intensiever, breder en dieper met elkaar om te gaan, om onze relaties op te bouwen en meer van elkaar te leren, elkaar meer te ondersteunen. Alles in het belang van de veiligheid van onze landen. Amoksi zegt verder dat er veel werk aan de winkel is. De justitieminister van Curaçao, Shelton Hato, ziet in het tekenen van de intentieverklaring een duidelijke weerspiegeling van de... En het belang dat wordt gehecht aan rechtvaardigheid, samenwerking en vooruitgang op justitieel gebied. Mijn bezoek aan Suriname markeert een belangrijk moment in onze geschiedenis. Het onderstreept onze inzet om het justitiële systeem te versterken, gelijke toegang tot rechtvaardigheid te waarborgen en onze democratische waarden te bevorderen. Dit bezoek biedt ons een kans om kennis en ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, elkaar successen te leren en uitdagingen, en gezamenlijk te werken aan een rechtssysteem dat eerlijk, transparant en effectief is. Hato verwelkomt de inzichten en expertise van Aruba, Sint Maarten en Suriname. Dit is nodig om de criminaliteit te bestrijden en te werken aan een veiligere en rechtvaardige samenleving.